En dan gaan we naar het volgende agendapunt. Dat is het raadsvoorstel over de overname van de fitnessactiviteiten van Gym4U. En ik begrijp dat er een ambtenaar aanschuift naast wethouder Kokke. Dan mag die zich dadelijk nog even voorstellen. En dan gaan we verder gewoon de discussie in de reguliere twee termijnen doen. Ja. Aad van der Pol, programmamanager Sport op Orde. Jawel, dan weten we in ieder geval ook wie er op de bok aanwezig is. Dan gaan wij gewoon de discussie in, twee termijnen doen. En ik begreep dat meneer Smolders graag een keertje de kop af wilde trappen bij deze. Dus dat mag u, mij betreft, een keer aftrappen. Dat mag u dan vanaf spreekstoel te doen, zoals de moderne werkwijze is hier. Dus Hans, dan nodig ik je uit hier. En dan gaan we daarna, ben ik gebruikelijk om gewoon een rij af te gaan. Dus dan kunt u ongeveer, afhankelijk of ik links of rechts ga, bedenken wanneer u aan het woord komt. Meneer Smolders, nu het woord. Ja, daar sta je dan een keer, in plaats van dat je zit. Het sportbedrijf. Ja, dit is de zoveelste keer dat we hier nu zitten met problemen. En het begint wel een klein beetje het gevoel te krijgen van dat we hier aan het dweilen zijn met de kraan open. En bij het coalitieakkoord hebben we ook gezien dat men van plan was om sport op orde te krijgen. Dat is natuurlijk een goede zaak, maar ik denk dat je bij de basis moet beginnen. De basis is sportbedrijf op orde. Daar had je beter eerst mee kunnen beginnen, lijkt mij. En als de wethouder wat die vorige keer ontkende, toen wij vroegen van dat we het een puinhoop vonden bij het sportbedrijf, maar dat was absoluut niet waar, ja, dan denk ik dat de wethouder ook een probleem heeft. Want wij moeten hier vandaag weer de rotzooi opknappen voor wat daar allemaal weer is misgegaan. En het is niet de eerste keer. Ik bedoel, iedereen maakt fouten en die kunnen wij ook wel gewoon vergeven. Maar dit zijn geen fouten maken, dit is gewoon structureel een probleem. En wie is daar dan verantwoordelijk voor? Ja, als de wethouder blijft zeggen dat het sportbedrijf daar niet verantwoordelijk voor is, en als je daar geen orde op zaken gaat stellen, ja, dan is de wethouder uiteindelijk verantwoordelijk. En dan zou hij toch, denk ik, daar wel eens een keer over na moeten gaan denken. Dus ik hoef het vandaag ook helemaal niet zo lang te maken, want die huurcontracten die er nu waren, wel die huurschulden en nou dit weer en ga zo maar door. Ik heb daar geen vertrouwen in dat dit zaakje wat we nu voorgeschoteld krijgen, dat het sportbedrijf dat allemaal op orde gaat brengen. Dus wij hebben daar onze grote bedenkingen bij. En wij vinden dat deze wethouder allereerst maar eens zijn sportbedrijf op orde moet maken. En als hij toegeeft dat het daar inderdaad wel een puinhoop is, dan is de LST bereid om hierover na te denken. Want anders zou hij toch, denk ik, moeten leren hoe het inderdaad kan gaan. Want wij gaan hier zo niet aan meewerken. Wij gaan dit voorstel gaan wij niet aan het sportbedrijf overlaten. Zomaar als u zegt, van er is niks aan de hand. Er is wel iets aan de hand, meneer Kokke. Er is echt iets aan de hand. Dus dat is onze bijdrage voor de eerste termijn. Want ik vind dat dat nou maar eens een keer duidelijk moet zijn. Voordat wij weer helemaal verzanden in die nota. Dank u wel, meneer Smolders. Ik wil in ieder geval even proberen wel om even helder te stellen dat we niet de discussie breed over het sportbedrijf gaan hebben. Maar ik snap dat er een link is met het sportbedrijf, dus dat die gelegd wordt in de bijdragers, vind ik prima. Maar ik wil even voorkomen dat we een complete discussie sportbedrijf opnieuw gaan doen. Dus een aantal links, zoals meneer Smolders hem legt, vanuit het vertrouwensgevoel wel of niet met het voorstel instemmen, daar kan ik mee leven. Maar we gaan niet een hele discussie hebben over het sportbedrijf in de volle breedte en sport op orde. Dat is een losse discussie. En er ligt nu een klein facet daarvan voor in de vorm van een voorstel om Gym4U de activiteiten over te nemen door de gemeente. Dus ik zou willen voorstellen om het zoveel mogelijk daartoe te beperken, omdat we anders een hele brede discussie gaan krijgen. Maar is Smolders nog een aanvulling, begrijp ik? En dan ga ik dankjewel, voorzitter. Nou ja, goed, ik ben niet van mening dat je dat los kunt zien. Ik bedoel, het sportbedrijf, wat telkens weer de oorzaak is van de problemen die wij hier voorgeschoteld krijgen, moet dit ook op gaan lossen. En het is wel die nota die vrij ingewikkeld is en zeer complex. Nou, ik heb daar gewoon grote bedenkingen bij. Dus je kunt het niet loskoppelen. Uiteindelijk moeten we daar wel een keer wel over praten. Ik bedoel, de gegevens zijn bekend. Daar hoeven we niet over uit te wijden. Ben ik helemaal met u eens. Dus we hoeven niet in de diepte te gaan. Maar het is wel een structureel probleem. En dat wil ik eerst hier eens aan de orde hebben. Ik begrijp uw punt. En ik snap ook de link met het dossier. Maar ik denk als we algemene discussie sport op orde gaan houden, dan moeten we dat niet doen aan de hand van één voorbeeld van het Gym4U dossier, is mijn voorbeeld. Maar goed. Ik ben benieuwd, de commissie, dat maakt de commissie uiteindelijk ook uit. Ik probeer als voorzitter de discussie te sturen
of niet te sturen, maar te begeleiden tot een eindpunt waarbij volgens mij uiteindelijk het raadsvoorstel op een goede manier besproken kan worden. En daarbij probeer ik niet op de inhoud te sturen, maar wel proberen we het proces zo zuiver mogelijk te houden. En uiteindelijk bent u als commissie zelf, als u hier een integraal discussie sportbedrijf wil gaan houden, ja, dan zal ik proberen die zo goed als mogelijk tot een einde te brengen. Meneer Smol, ja, u heeft nog even aan. Kort gegeven. Kijk, er staat ook duidelijk in die nota dat het sportbedrijf dit allemaal toch weer ter hand gaat nemen. Dus het is wel duidelijk, toch het sportbedrijf. En dat is ook wat ik daarmee bedoel te zeggen. Maar ik heb ook aangegeven dat de wijze waarop u de bijdrage doet, dat dat verder past. Maar ik wil even voorkomen dat we dadelijk een hele discussie over het sportbedrijf krijgen. En het eigenlijk niet meer over Gym for You gaat. Dat was de basis van mijn opmerking. En dan geef ik het woord aan wethouder Kokke. Dus aan u het woord, wethouder. Dank u wel, voorzitter. Er zijn heel veel zaken gezegd en het klopt, we zijn hier voor de derde of de vierde keer om te praten over overnames of schuldensanering. Maar ik wil wel even benadrukken dat wij wel met z'n allen een proces ingegaan zijn. En dat heet sport op orde. En dat betekent soms dat je lastige zaken op moet lossen vanuit het verleden. Daar loop ik ook niet voor weg. En uw raad heeft ook tegen mij gezegd dat moet opgelost worden. Want volgens mij willen wij met z'n allen één doel, is dat gewoon de sporters in Tilburg goed kunnen sporten bij mooie accommodaties voor een betaalbare prijs. En ik vind het ook belangrijk om samen met u die weg op te gaan. En daar kom je ook dingen tegen uit het verleden. En in het verleden hebben wij afgesproken dat op die plek een fitnessschool moest komen. Ook in het kader van de afspraken die wij gemaakt hebben met het ROC om daar fitnessapparatuur of fitnessgebouw daar neer te zetten. Dat is helaas niet gelukt voor de ondernemer. Dat wil niet zeggen dat daar ook wel heel veel leerlingen van het ROC gebruik maken overdag van die fitnessapparatuur. Daarnaast wil ik ook even wegnemen dat wij geen staatsfitness of weet ik wat gaan doen. Nee, wij gaan de ruimte overnemen en we gaan kijken of daar gebruik van gemaakt kan worden door andere ondernemers. Er zijn inderdaad al gesprekken geweest met ondernemers, met twee ondernemers. Maar die kijken ook gewoon ook naar de uren die het ROC heeft. En dat is voor ons geen optie, want we hebben gewoon afspraken gemaakt met het ROC over die bepaalde uren. Maar ik moet er ook bij vermelden dat we niet alleen fitness daar hebben. Want bij een mogelijk faillissement, als u de keuze daarvoor maakt, betekent ook dat het judo niet meer door kan gaan. Dat de squashbanen niet meer verhuurd kunnen worden. Dus ook diverse andere verenigingen getroffen worden. Niet alleen de fitness van het ROC, maar ook andere verenigingen worden ook getroffen door het faillissement. Dan wil ik even de partijen nalopen. Ja, de LST noemt het sportbedrijf een puinhoop. Ja, daar hebben we al eerder een debatje over gehad. En volgens mij gaat het hier voorstel niet over. Maar volgens mij heb ik toen ook gezegd dat het sportbedrijf en wij en uw commissie hard op weg zijn om sport op orde te brengen. En daar wil ik het graag bij laten. Meneer Smolders, en u het woord voor de aftrap in de tweede termijn. Ja, dank je wel, voorzitter. Ja, we kunnen zo binnen een half uurtje klaar zijn, hè? Want we staan in feite met de rug tegen de muur. We kunnen niet anders, het wordt een optelsommetje en daar moeten we maar weer aan toegeven. Dat is eigenlijk een beetje de boodschap en ik zou maar verder nergens anders over praten als over Gym for You. Want ja, daar gaat het hier vandaag om. En als je dan inderdaad het sportbedrijf erbij haalt, ja, dan vindt de wethouder dat er goede keuzes zijn gemaakt. Goede afwegingen hoor ik hem net zeggen. Ja, dan gaan de teentjes toch wel een beetje krom in de schoenen staan. Na zoveel ellende die we hier al mee hebben gemaakt. En het is er geen puinhoop. Natuurlijk zijn wij blij dat sport op orde hier op de agenda is gezet. En wij moeten heel blij zijn dat deze commissie echt goed samen heeft gewerkt. En daar geen politiek thema van heeft gemaakt. En dat we daardoor de druk juist kritisch positief op de wethouder hebben gezet, die hier nog niet zo gek lang zit met dit dossier. En natuurlijk, dan moet je gaan kijken, wat is de oorzaak van al die ellende? Dat is niet deze wethouder. Dat snappen wij als commissie ook wel. Maar als je nou eenmaal al die ellende van de afgelopen 4 jaar ziet, ja, daar zitten mensen die daar al 4 jaar zitten, die er gewoon de puinhoop van hebben gemaakt. Dan zul je daar wel op in moeten grijpen. Wil je nou weer verder gaan? En dan is een
Ja, een raadsenquête. Ik snap de voorstel van de heer van de TVP wel. Maar dat is een vergaans instrument, denk ik. Het zou gewoon van de wethouder zelf uit moeten komen dat als het niet functioneert zoals het zou moeten. Maar dat inzicht heeft deze wethouder blijkbaar nog niet uit zijn antwoorden te horen. Want het is een voldongen feit waar we weer voor staan. We moeten niet zeuren. We kunnen niet anders als hier maar voor mee instemmen. Dat is niet de insteek van de LST. De LST vindt dat juist de oorzaak weggenomen moet worden. Want anders zit je hier over een aantal jaren weer. Er zijn niet zomaar gewoon fouten gemaakt. Het is een structuur, het is een mentaliteit. Het zit verweven blijkbaar in het denken. Als je dus zo lang huurachterstanden in laat lopen, ja, dan ben je niet met een zuivere agenda bezig. Meneer Stop, wil u even interromperen? Ja, dank u wel, voorzitter. Sorry. Ik ga helemaal mee met wat de heer Smolders zegt, dat het een collectief iets is geweest vanuit de commissie om werk te maken van sportbedrijf. Helemaal, klopt ook. We hebben sport tot bijna vervelend toe op de agenda gezet. Dat op een gegeven moment de commissie zei, goh, je bent wel heel erg met sport bezig. Zelfs binnen fracties, van hebben we alleen maar sport. Dat is goed, want er diende wel wat te gebeuren. Dat geeft meneer Smolders ook wel aan, want het was niet op orde. Laten we dat duidelijk in zijn. Echter, we weten ook dat in het begin van het jaar er al een lijst was waar ook Gym for You eigenlijk op stond. Het komt nu ter sprake in deze commissie, maar het was natuurlijk al lang bekend. En dat wil ik ook richting het CDA zeggen. We wisten al veel langer, die gaf aan van zijn we niet eerder geïnformeerd. Nou, we wisten al een half jaar geleden dat dit al een problematisch dossier was. En ja, dan moeten we even door de zure appel heen. Laten we wel duidelijk zijn, ook D66 is niet blij met dit dossier. Want we hebben liever over sportontwikkeling en over de financiën. Maar ik denk dat, en dat wil ik toch die vraag even stellen bij de heer Smolders. We hebben heel duidelijke afspraken gemaakt ten aanzien van sportacceptatie, ten aanzien van huurcontracten, ten aanzien van tarivering. Juist om te voorkomen dat in de toekomst, in 2016, even richting Partij van de Arbeid, ja, 2016 gaan we het niet meer over financiën hebben, want dat gaan we dit jaar allemaal pakken. En dan is het voorbij. Echter, er zit wel een waarschuwing in ten aanzien van let op, ten aanzien van het ondernemerschap. Want daar hebben wij ook wel wat zorgen bij en daarom kijken wij eruit. Maar Stop, wel ik wil toch uw vraag richting de LST, want het wordt bijna een tweede termijn waar ik moet zoeken. Ja, nee, dan ik stel ook even de vraag. Dus ik wil even toch weten van de heer Smolders, van ja, denkt u dat echt dat in 2016 we dat gewoon financieel voor elkaar kunnen krijgen met de afspraken die we gemaakt hebben? Meneer Smolders. Ja, dankjewel, voorzitter. Ja, ik hoop dat natuurlijk heel van harte dat het zo gaat gebeuren. Maar gezien het verleden en nu ook weer met deze constructie, daar zitten nog een hele hoop risico's aan. De VVD heeft er net ook aan gerefereerd. Het is niet zomaar dat we direct klaar zijn. Het sportbedrijf neemt dit over en dan zijn we er klaar mee. Nee, als wij dit overnemen, dan zijn de problemen nog niet over. En ik hoop dat u dit als raad ook wel in gaat zien. Van waren de problemen maar over als je dit over hebt genomen? Hier moet denk ik nog veel beter over nagedacht worden. En je denkt dat je eerst iemand zult moeten gaan zoeken die dit wil overnemen. In plaats van dat je het nu zelf weer over gaat nemen met zoveel open eindjes. En zoveel ellende die er nog verborgen kan zitten. Want je neemt inderdaad wel alles over. Hè? En ik ben met D66 heel blij dat deze commissie heel constructief heeft gewerkt. En daarom is een kritische raad ook noodzakelijk om eventueel cultuurveranderingen teweeg te brengen. Want als je er niet bovenop zit, gaat het gewoon zijn eigen gang. We doen een plas en laten alles zoals het was. En ik ben me ervan doordrongen als deze constructies die we inderdaad sinds een paar maanden weten, die huurachterstanden, dat weten we pas sinds een paar maanden, als je die zo insteekt, ja, dan is er toch wel meer aan de hand. Dat is een mentaliteitskwestie, dat is een cultuurkwestie. Dat moet je zo niet willen. Dat moet je gewoon, net wat we net ook te horen kregen, dan zul je daar iets zakelijker in moeten zijn. Natuurlijk zijn we als gemeente geen bedrijf. We hebben ook een sociaal hart. We moeten zaken anders benaderen als een echt bedrijf. Maar we moeten wel bedrijfsmatig durven denken op sommige vlakken. Dat is hier totaal niet gebeurd.
Op dat punt is het gewoon een grote puinhoop. En ik zou willen dat de wethouder dat ook gewoon onderschrijft. Want ik denk dat je dan pas echt met vol vertrouwen weer verder kunt. Want uiteindelijk, als ik dan heel eerlijk mag spreken, dan denk ik dat ook de PvdA in haar vorige periode daar veel en veel scherper op had moeten zijn. En waarschijnlijk heeft de Raad niet net zoals in deze periode haar rol gepakt toen. En daarom ben ik ook zo blij dat de Raad in deze periode wel zo'n rol pakt. Dat is niet om iemand de maat te nemen, maar dat is om de prestaties, het aanzien van die politiek, maar ook de geldverkwisting een beetje in de hand houden. Natuurlijk gaan er soms dingen verkeerd en dan gaat de LST ook niet zitten zeuren. Maar als het zo structureel is, als het zo ziek is, dan moet de patiënt toch naar een andere behandeling toe. En ja, dan zul je eens een keer moeten durven ingrijpen. En dan ben je maar niet de leukste wethouder. Ja, want ja, zo werkt het nou eenmaal. Je moet wel gaan voor kwaliteit op het sportgebied. En wij als raad zijn daar volop mee bezig. En dan denk ik dat de wethouder ons ook aan zijn kant heeft. Hij moet inzien dat dit soort fratsen gewoon absoluut uitgesloten moeten worden. En kun je dat met mensen die in het verleden zo te werk zijn gegaan? En dat is wat de LST zich afvraagt. En daar hebben wij hele grote zorgen over. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Smolders. Dan meneer Stoop voor zijn tweede termijn van D66. Dank u wel, voorzitter. Ook in de tweede termijn wil ik toch aansluiten bij de woorden van de heer Smolders. In die zin, het was misschien een structureel probleem. Want het was wel een structureel probleem wat wij tegen zijn gekomen. En nogmaals ook terecht wat de heer Smolders zegt vanuit de hele commissie. Het was niet goed op orde. En dat hebben we ook opgepakt. Daar hebben we ook duidelijk de afgelopen periode afspraken in gemaakt. Dus wij denken dat vanuit D66 dat er nu wel een goede schwung is. Natuurlijk blijven wij kort op de bal zitten, om maar even in sporttermen te blijven. Om de controle erop te houden. Als we kijken naar... Van Dijk, willen we interromperen? Ja, natuurlijk. Even de microfoon uitzetten. Ja. Ja. Dank u, voorzitter. Ja, ik moet even een vraagje stellen aan meneer Stoop. Want hij is het eigenlijk met ons eens steeds, met iedereen eigenlijk wel eens. Maar ondertussen heb ik het idee dat het toch allemaal eigenlijk wel heel erg goed gaat en dat we de zaak behoorlijk op orde hebben. Dat is niet zo. Het probleem wat wordt aangekaart door heer Smolders, en daar sta ik helemaal achter, is namelijk, we hebben een aantal zaken nu beter vastgelegd. Alleen op het moment dat een ambtenaar denkt, weet je wat, nu gaan we ons daar eens even niet aan houden. Want ik zie andere belangen, of dan gaat dat ook zo. We hebben incassoprocedures, heeft de wet er al eens een keer aangegeven, die zijn door uw raad vastgesteld, daar houden we ons aan. Dat klopt, soms wel en soms niet, zoals nu weer blijkt. En zo kan er iedere keer weer opnieuw iets opduiken, à la Jim for You of à la Ooms. Meneer Smolders. Ja, voorzitter, ja, ik had in mijn termijn ook al gezegd, die risico's die inderdaad ook nog verborgen kunnen zijn, dan moet je je wel realiseren. Maar daarop volgend, ik snap de heer, ik denk even zijn naam kwijt. Stoop. Ja. Meneer Stoop snap ik ontzettend goed, opschoonjaar, ik snap zijn intentie. Ik snap ook de intentie van de wethouder wel, een heel aardige man, maar soms moeten we ook wel eens een keer zeggen tot hier en niet verder. Dus het opschoonjaar 2015, hè, financiële problemen, alles opruimen, vanuit het verleden uiteraard ook. Hè. Is het dan ook zo, wat ik me zorgen over maak, hè, want we hebben natuurlijk niet met een dreamteam te maken, want uiteindelijk had er al ingegrepen moeten worden 4 jaar lang. Hè. De dreamteam hebben we niet. Als daar nu weer problemen ontstaan in 2016... Dan hebben we denk ik toch wel een megaprobleem, denk ik. Dan is het toch niet meer uit te leggen. Dan kunnen we toch weer niet met dit soort flauwekul aankomen. Dus het moet ook echt afgelopen zijn dan. Hè? Meneer Smolders, wij volgen het zeer nauwkeurig. En ja, het klopt. 2016 is voor ons ook een heel belangrijk jaar. 2015 is opschonen financiën. En als het 2016 niet opgeschoond is, dan hebben we echt te kijken serieus van welke besluiten we dan hebben te nemen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Alleen we lopen nu ook wel in. Hè. Laat het ook even duidelijk zijn. We hebben nu al
Een verduidelijking ten aanzien van het totale financiële gebeuren binnen het sportbedrijf. Dat is nu al een stuk beter geworden. Dat heeft ook even zijn tijd nodig. En nogmaals, ik denk dat 2015 een prima jaar voor is. En 2016, ja, wat D66 betreft, willen wij het niet meer over financiën hebben. En als we het over hebben, dan wordt het een hele zware vergadering. Ja, dan wordt het niet alleen, denk ik, een hele zware vergadering volgens de LST. Want wij geven ook de ruimte. Wij zijn helemaal niet onbereid om ook de kans te geven. Het is uit het verleden. Het had echt al opgeschoond moeten worden. Want diezelfde mensen die dit nu moeten gaan doen, die hebben daar ook zelf aan medegewerkt dat het zo'n puinhoop is. Maar goed, ik vind dan ook dat we moeten zeggen, als dit weer gebeurt, dat het echt onacceptabel is. Want ik vind dit voorstel wat hier nou ligt, is echt de druppel die emmer eigenlijk al doet overlopen. Dus wij zijn ook reëel. Wij geven de kans ook om dit jaar een opschoonjaar, zoals u heeft gezegd. Maar dan vind ik ook dat u moet zeggen dat in 2016 echt onacceptabel is als we weer hier zo bij elkaar zouden moeten komen zitten. Volgens mij heb ik dat minister ook net horen zeggen. Dus dat heb ik gezegd, ja. Dat heeft u niet gezegd, want dan kijken we dan wel wat voor voorstellen er dan komen, heeft u in eerste instantie gezegd. En dan hebben we een probleem. Nee, kijk, een probleem is iets heel anders. Vandaag zijn we een probleem op aan het lossen. Hè? Kunnen wij weer oplossen? Nee, het is vandaag nog niet onacceptabel. Want dan zouden we denk ik wel andere praten bezigen. Ik vind dat wij hier moeten uitspreken. En dan vinden we ook dat we toch BMW, hè? Het is het dagelijks bestuur wat van elkaar telkens de taken overneemt. Hè? Elk bestuur neemt het weer over van de andere. Ik vind dat we uit moeten spreken, gewoon zeggen, het wordt onacceptabel als we in 2016, tenminste de LST doet dat en ik hoop dat u dat ook doet. Het moet onacceptabel zijn als dit weer in 2016 weer voor gaat komen. Meneer Smolders, het is onacceptabel als 2016 dit weer voorkomt. Meneer Robert, CDA. Ik had het over hand in eigen boezem steken. Ik ben het met de heer Smolders, dat wil ik nadrukkelijk stellen, eens met de zorgen die hij uitspreekt. Ja? En ook de vraagtekens. En ik vind het heel positief ook. Ik vind het heel positief dat hij niet meteen met weet ik wat voor scherpe oplossingen komt. Bij meneer Smolders toch een reactie op. Meneer Smolders aan u. Ik kan een hele hoop voorbeelden gaan noemen waar de hand in eigen boezem gestoken had kunnen worden. Ik kan een heel lijstje maken en dat doet heel zeer. Maar als ik nou één voorbeeld wil noemen waar de raadscommissie niet de hand in eigen boezem moet steken, is het in dit geval, in deze periode, als het gaat om sport op orde. Daar verschillen wij toch heel erg van in mening. Want ik denk dat het ook de feiten zijn. Ik bedoel, je kunt ook inderdaad... zachte heelmeesters maken stinkende wonden, heb ik toen strak al gehoord. En dat is ook zo. En ik denk ook dat onze wethouder, een heel aardige man, maar soms moet je wel eens een keer met de vuist op tafel slaan. Het verleden heeft aangetoond dat het nodig is. Ja, daar kan je inderdaad een beetje om zitten lachen, maar het is echt serieus. Want ik vind dat deze raadscommissie juist niets te verwijten valt. Ik geef ze nou juist ook een compliment dat ze zo goed samen hebben gewerkt. En als wij inderdaad constructief bezig kunnen zijn, dan vinden we ook de LST aan uw zijde. Maar als wij zien dat echt iets goed fout is, durven wij het ook te benoemen. En des nou juist ook om zaken opgelost te krijgen of op een hoger plan te krijgen. Nou, ik ben het dus niet met u eens als u zegt dat de commissie een hand in eigen boezem moet steken. Oké, ik had het over dit voorbeeld, Gim for you. Ja? En verder, laat ik het op Tilburg zeggen, ik vind geen onzin weggezegd. Ja. Sluiten we af met de SP, mevrouw Oosterbos. Dank u wel, voorzitter. Weer een vervelend gevolg van het op orde brengen van de sport. Inderdaad, een opschoonjaar. SP zal akkoord gaan. We blijven wel ongerust over het ondernemersrisico dat de gemeente hierbij gaat lopen. We hopen echt op een hele snelle overname door een mogelijke kandidaat. Dankjewel. Dankjewel, dat was kort maar krachtig. Dan gaan we naar de tweede termijn voor de wethouder, wethouder Kokke. Ja, dankjewel voorzitter. Ja, nogmaals wil ik benadrukken dat wij geen fitnessschool gaan beginnen. Wij zorgen ervoor dat de activiteiten die nu plaatsvinden
En met name dan rondom het ROC, maar ook de figuur van het Sportmedisch Centrum, ook figuur van de squashbanen, gewoon blijft. Dat is ook meteen een antwoord op de VVD van waarom laten we niet gewoon fiet gaan? Nou, ik kan u vertellen, als we het gewoon fiet laten gaan, dan hebben we dus een probleem met onze onderwijsinstellingen. Dan hebben wij een probleem met het Sportmedisch Centrum. Dan hebben wij een probleem met de figuur van de squashbaan. Dan hebben wij een probleem met het, de figuur van de budo's. De wethouder noemt een heel lijstje op wat voor problemen dat we dan krijgen. Maar ik hoop dat je inderdaad naar die toekomst toe, dit soort constructies ook wat achterwege laat. Hè? Dat heb je ook gezien bij de Drieburgt. Wij moeten niet willen hebben dat we daar met inderdaad met een sportschool en noem het allemaal maar op. Later een stukje grond, eventueel voor een particulier ondernemer die daar een sportschool kan beginnen. En dat geldt hier bij Stappengoor idem dito. En zo kun je nog een aantal voorbeelden noemen waar we elke keer de fout in gaan. We worden gefopt door ondernemers, want die zijn nou eenmaal twee keer zo snel blijkbaar als mensen die dat moeten regelen. Uiteindelijk betaalt de belastingbetaler daar het gelag voor, want om de hoek van Gym for You, daar zit gewoon dezelfde eigenaar met de sportschool. He, ik bedoel, het is allemaal ook zo krom en zo scheef en het hangt en het wurgt. Daar had je al lang aan moeten vullen dat je daar jaren geleden al vanaf had moeten komen op een of andere manier. Dit is gewoon echt zo onprofessioneel en ik denk dat ik hoop dat u daar ook van geleerd heeft. Dat het goed is, want we hebben één doel en dat is sport op orde. Dat doen we gezamenlijk. Daarnaast wil ik ook wel benadrukken en dat moeten we toch wel van het hart. En ik ben daar verantwoordelijk voor. Ik vind dat het sportbedrijf hier op een bepaalde manier aangevallen wordt. Waarvan ik denk, het zijn mensen die keihard werken. Keihard ook proberen die sport op orde te brengen. Het is een gemeenschappelijk doel wat we hebben. En ik wil me verre van werpen dat daar mensen rondlopen die het niet goed doen. We werken keihard eraan. Het sportbedrijf, dat is toch wel een punt. Want wij hebben daar namelijk ook gigantisch veel druk op moeten zetten. Uiteindelijk zou het toch vanuit uw eigen organisatie moeten komen. U zou toch uit eigen perspectief al zo niet moeten willen werken. Daar is die druk eigenlijk toch helemaal niet voor nodig van die raad. He, soms als we misschien politiek, want we zitten hier eigenlijk voor politieke zaken. Wij zitten hier eigenlijk helemaal niet voor de structuur, hoe dat aangepakt moet worden, hoe het gemanaged moet worden. Daar zitten we eigenlijk helemaal niet voor, maar daar zijn we nou wel mee bezig. Dus eigenlijk is de omgekeerde wereld. Wij zouden juist wel af en toe moeten zeggen van, wij willen meer van voetbal, of we willen meer van dit, of we moeten meer van dat. Dat is nou juist waar we hier voor zitten. Maar uiteindelijk moeten wij nou heel de tijd het sportbedrijf achter zijn vodden zitten. En dan vindt u dat een hele prestatie van het sportbedrijf. Ik vind een prestatie hier van die raad. Die zijn eigenlijk dingen aan het doen die ze eigenlijk helemaal niet hoeven doen. Dus dat is één. En ik vind dat u toch nog eens goed na moet gaan, en de rest van de commissie ook, een faillissement van Gym for You. Om dat dan nog maar eens goed te onderzoeken, wat dan de gevolgen zijn. Want uiteindelijk, die studenten van het ROC, ja, we hebben een probleem inderdaad. En dat zal opgelost moeten worden, want uiteindelijk is die constructie dan zo scheef. Maar ik bedoel, je kunt al voor een tientje sporten ergens per maand. Dus en de risico's, ik hoop dat u zich bewust bent van de risico's. Want er kunnen nog vele apen op zolder zitten. Ook met het overnemen van schulden, het overnemen van belastingsschulden, het overnemen van personeel. En dat lijstje, dat kun je zo oneindig maken. Dus ik vind dat we ons moeten realiseren dat we inderdaad direct in 2016 hier weer zouden staan. Dat zou ik heel erg vinden. Maar dan wel met deze ellende die ik nu opnoem. Hè? Want daar zit er dus aan te komen. Hè? Dat u dat niet ziet. Ik zie dat politiek gezien wel. Maar ik hoop dat het niet gebeurt. Maar dat kun je nou uiteindelijk al bijna voorspellen als je met deze constructie aan de gang gaat. Want er zitten gigantisch veel apen op zolder. Want die wij nou nog niet zien. Maar die komen er wel uit als je in deze constructie een faillissement eigenlijk gaat overnemen. He, want dat is het in feite, om een paar mensen die dan niet kunnen sporten. Nou, daar zijn wel andere oplossingen voor te vinden, omdat wij een gigantisch risico nemen met als oorzaak het sportbedrijf dat niet goed zijn werk heeft gedaan, meneer de wethouder. Ja, voorzitter, het heeft niet zoveel zin om een discussie te beginnen over het sportbedrijf, want volgens mij is het heel duidelijk wat ik net gezegd heb. Dus het is niet zo van dat we niks aan het doen zijn. We zijn gezamenlijk met elkaar op weg om sport op orde te brengen. Als einde tweede termijn, maar ik zie dat meneer Smolders toch nog even een interruptie heeft. Dus aan u het woord. Ja, sport op orde is ondertussen een open deur geworden. Daar zijn we het allemaal wel over eens. Maar waar we het vandaag nog niet over hebben gehad, wat denkt u dat al die private sportschoolhouders hier nou allemaal van denken?
wat hier al gaande is de afgelopen tijd. Het is natuurlijk wel een scheefgroei. Het is indirect een valse concurrentie die er plaatsvindt. Eerst met ooms, jarenlang niet. Nou hier weer. Je zou maar een sportschool hebben als ondernemer. En nu gaan we het dus als sportbedrijf weer overnemen. Dan krijg je daar weer een constructie in. Ik vind naar buiten toe het beeld, naar ondernemers toe in deze stad, vind ik het absoluut ook zeer bedenkelijk. En ik vind ook dat we in de toekomst dat zo ook nooit meer mogen doen. Wat de andere sportschoolhouders denken, ja, ik kan het niet voor ze denken.